Zo ontzettend leuk. Want ik mis het gewoon zo erg om te shoppen. Ja, het is echt heel erg. Waarom gaat de week altijd zo intens snel? Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga even mijn oortjes uitdoen. Ik ben een tijdje afwezig geweest, dat hebben jullie waarschijnlijk wel gemerkt. Maar ik wil er niet al te lang op ingaan. Ik heb al een paar keer eerder in de vlogs gezegd dat ik het super leuk vind om te vloggen. Maar als ik eventjes niet voel dat het gaat of dat ik er even geen zin in heb. Of ja, dan doe ik het ook gewoon niet. Want ik heb liever dat ik jullie leuke vlogs geef dan vlogs waar ik eigenlijk helemaal niks in laat zien. Dus daarom ben ik heel eventjes afwezig geweest. Ik had gewoon druk met school en ik voelde het gewoon even niet om te vloggen. Maar ja, doordat ik even afwezig ben geweest, begon ik het nu toch wel heel erg te missen. So I'm back en ik ben heel blij dat ik terug ben. En ja, ik heb gewoon weer echt super veel zin om te vloggen. Dus ik ben gewoon even blij dat ik een breakje heb genomen. Want nu voel ik gewoon weer heel veel motivatie in mijn lichaam. Yay, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om mij weer terug te zien op jullie beeldscherm. Het is vandaag zaterdag, ik ben met mijn moeder thuis. En ik ga vandaag iets heel erg leuks doen. Of tenminste echt iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb vandaag een shopafspraak gemaakt bij de Zara. En bij Nelson. Ik ga nieuwe Dr. Martens kopen vandaag. Ik heb al een tijdje de Sinclair Dr. Martens op het oog. Ik zal even een foto toevoegen voor als je niet weet welke dat zijn. Die zijn best wel duur. En ik heb een tijdje gekeken of ik ze via Vinted ging bestellen. Maar ja, ik merk toch dat ik me daar niet heel erg prettig bij voel. Ik heb een keer eerder Dr. Martens op Vinted gekocht en die zijn nooit aangekomen. En daardoor heb ik een beetje een trauma. En nu heb ik toch maar besloten om ze gewoon nieuw te gaan kopen. Uiteindelijk scheelde het ook echt maar iets van €30 met tweedehands of nieuw. Dus ik dacht van ja, nou, dan kan ik ze net goed nieuw kopen. Dat ga ik vandaag hopelijk doen als ze in mijn maat hebben. En ik ga dus even naar de Zara. Want ik mis het gewoon zo erg om te shoppen. Ja, het is echt heel erg. Maar het is wel waar. Ja, dat ga ik doen. Ik hoop dat ik iets leuks kan scoren. Misschien wel niet, maar dat zien we straks wel. En ja, ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik zie jullie straks hopelijk met een leuke shoplog. Oké, I'm back. En ik heb geshopt. Als eerste even mijn ervaring over het shoppen op afspraak. Je mag dus een half uur in de winkel. Nou, uiteindelijk zag ik dat we er bijna 3 kwartier in zijn geweest. Er werd wel echt opgeroepen van nog 10 minuten, nog 5 minuten, bla bla bla. Dat vond ik ten eerste echt al heel erg stressvol. Ik had superveel dingen mee naar de paskamer wat ik wilde passen. Ik heb ook niet alles kunnen passen. En toen had ik dus nog maar 5 minuten. En toen moest ik dus ook in die 5 minuten nog beslissen wat ik mee ging nemen en wat niet. Dus nu heb ik gewoon maar de dingen die ik het leukst vond meegenomen. En ik dacht, nou, als ik het dan toch niet leuk vind, dan breng ik het wel terug. Maar er zitten sowieso 2 dingen in waarvan ik zeker weet dat ik die hou. Het eerste is deze haarband. Ik vind dit soort haarbanden gewoon echt super leuk. In de winter, maar ook in de zomer. En ik vond deze kleur heel erg mooi. Het is echt een beetje een oud roze kleur. Ja, vond ik gewoon heel erg leuk. En deze was €8. Dan heb ik deze, ja, echt veel te leuke Spencer. Ik zag hem en ik dacht, ja, dit kan dus echt heel leuk zijn. En toen had ik hem aan, toen vond ik hem ook echt heel erg leuk. Het is echt deze felgroene Spencer. En ik vond hem zo leuk. Ik denk echt dat ik dit in de zomer op zo'n jeans die ik vandaag aan heb. Wacht, ik zal het even laten zien. Zo'n kleur. Dat echt heel erg leuk is. Dus deze, ik denk dat ik deze ook ga houden. Want ik vind hem echt mega tof. Het is wel echt een super felle kleur, maar I love it. Dan heb ik dit topje. En over dit topje twijfel ik dus nog een beetje. En dan voornamelijk om de maat. Want ik heb hem in de maat S. Ik zat heel erg te twijfelen of ik niet 1 maat groter moest. Maar mama die zei dat deze best wel mooi zat. Maar ik twijfel gewoon. Dus ik ga hem zo meteen nog even een keertje aandoen. Dan ga ik even beslissen of ik hem ga houden, ja of nee. Maar ik vind hem wel super leuk. Want dit is echt mijn, ja, mijn lievelingskleur om te dragen. Dan heb ik nog dit super mooie kanten topje. In het lichtblauw. Echt, oh, zo mooi. En deze heb ik eigenlijk gekocht voor mijn overgangstentamen. Ik zocht namelijk nog een topje voor onder een pak die ik ga aantrekken. Ik zal later deze vlog nog wel even meer vertellen over overgangstentamen. Want ik denk dat jullie nu echt denken, wat is dat? Maar dat zal ik later in deze vlog gewoon een keertje uitleggen. Maar goed, ik was dus nog op zoek naar een topje. En toen
zag ik deze en toen dacht ik, dit is wel heel erg mooi. Oh, ik ben helemaal vergeten de prijzen. Dit topje is 13 euro. Dit topje is ook 13 euro. En dat groene spencertje was 20 euro. En dan als laatste. Ja, dit was op zich wel een voordeel dat ik niet zoveel tijd had om na te denken. Ik vond deze echt fantastisch, maar wel een beetje aan de dure kant voor mijn doen. Dat is echt helemaal mijn ding. Dat is dit truitje, vestje. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Maar echt fantastisch. Weer in mijn favoriete kleur. En die mouwen zijn ook echt super leuk. En dan zitten er hier van die hele schattige parelknoopjes. Ja, ik werd er helemaal blij van. En deze was dus 40 euro, wat ik best wel duur vond. Maar hij zit zo ontzettend mooi. Ik weet niet eens welke maat ik heb. In de maat S. Oké, prima. Maar echt, ach nee, deze wil ik denk ik ook wel bijna zeker weten houden. Want dit vind ik echt fantastisch. En dat was alles wat ik bij de Zara had gekocht. En dan heb ik dus ook nog met Dr. Martens gescoord. Ik heb ze nu al in aan, dus het wordt een beetje moeilijk laten zien. Maar ik zal het even filmen voor jullie, wacht. Dit zijn ze. Love it. Dus dat, en daar ben ik ook echt helemaal blij mee. Dus ik ga straks nog even al mijn kleertjes aantrekken. Ik heb er nu even niet zoveel zin in, maar ik dacht ik laat het even zien. En dan ga ik even beslissen of ik nog iets terug ga sturen. Maar in principe vind ik alles echt super leuk. Dus ik denk eigenlijk dat ik het allemaal wel ga houden. Nou jongens, precies op het moment dat ik mijn camera uitdoe, kom ik erachter dat er een gat in mijn truitje zit. Daar kan ik toch wel echt flink van balen. Dus ik moet sowieso terug, ja. Zo, ik ben nog even alles aan het passen. Het licht is niet heel goed, zie ik nu. Maar oké, we moeten het ermee doen. Dit is dus het groene topje. En ik vind dit echt zo ontzettend leuk. Zeg maar meer zo nonchalant. Nu lijkt het meer geel op de camera. Maar het is wel echt, ja, groen. Maar echt love it. Weet je wat ik ook mooi vind? Ik vind het ook heel mooi met mijn gouden sieraden. Ook best leuk om zo te dragen. Ik zou het nu wel echt met een blouseje of zo eronder dragen. Dat vind ik toch wel leuker. En dan het vestje met de pareltjes. Ja, ik vind deze gewoon echt zo leuk. Dit is toch te schattig. Ook die mouwen. Ik vind het gewoon een heel mooie stof ook. Ja, hier hou ik gewoon echt heel erg van. Ik zit echt heel veel aan mijn haar, sorry. En dit is het haarbandje. Echt zo cute. I love it. Ik vind dit zo leuk voor in de zomer. Oh, ik heb het licht nu even veranderd, maar het is niet heel veel beter. Maar oké. En dit is dan het laatste. Of nee, ik heb nog één topje. Die zal ik ze ook nog even aandoen. Maar dit topje heb ik dus ook. Maar ik weet het gewoon niet. Ik weet dus ook vooral niet of ik hem niet één maatje groter moet. Omdat ik denk dat die dan iets beter zit. Oké, hele discussie gehad met mijn moeder. Maar ik ga deze toch terugsturen. Ook vooral omdat, ja, weet je, dit is gewoon super zomers. En er is nog genoeg kans om zulke leuke topjes te kopen straks later in het seizoen. Dus breng deze gewoon terug. Oké, en dan is dit het topje die ik voor mijn overgangstentamen heb. Ik moet alleen nog even kijken naar de BH. Omdat hier, dit is zo'n BH die in je nek zit. En dat vind ik niet zo mooi, dus ik ga even kijken. Er zit wel gewoon zwart onder en dat is wel het mooist. Maar ja, very pretty. Ik ben zo bizar klaar met Rona. Het is dus nu zondag en het is bijna 4 uur, 4:15. En mama die heeft gisteravond een beetje klachten gekregen. Ja, die is dus vanochtend, heeft ze zichzelf laten testen. Mijn moeder werkt in, op een kinderdagverblijf, dus dan zou ze binnen 24 uur uitslag hebben. En waarschijnlijk vandaag, maar we hebben nog steeds niks. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Want stel ze is wel positief, ja dan kan ik nu niet naar Tilburg gaan. Of tenminste, ja, lijkt me niet heel handig. En het ding is, ik heb nog even de tijd, dat ik kan rond 6 uur de trein nemen. Ik had eigenlijk een afspraak gemaakt bij de Zara om mijn topje weg te brengen. Maar dat ga ik dan sowieso maar even annuleren. Dus ik heb nog wel eventjes, maar ik word er gewoon zo zenuwachtig van. Het is gewoon zo irritant, want ik kan nu gewoon niks doen. Het ding is, ik ben dan de hele tijd daar ook aan het wachten. Waardoor ik ook gewoon niks nuttigs aan het doen ben. En eigenlijk alleen maar aan het stressen ben. Ik baal hier een beetje van. Ik vind dit soort dingen echt zo verschrikkelijk. En het lullige is, 3 vrienden van mij hebben zich vanochtend laten testen. Volgens mij later dan mijn moeder zelfs. En die hebben de uitslag al. Daar kan ik dan al helemaal niet tegen. Dan kan je me al helemaal oprapen.
Nou, goede avond. Na alle stress en paniek ben ik in Tilburg. En mama is gelukkig negatief getest. En nu ben ik in Tilburg. Ik ga nu even mijn koffer uitpakken. Ik heb net al mijn tanden gepoetst en dan ga ik daarna lekker mijn bedje in. Kijk nu trouwens, heb ik dat al verteld? Ik denk het niet, want ik heb heel lang niet gevlogd. Ik kijk nu de serie Vis-a-vis. Spaanse serie. Volgens mij heb ik dat in mijn laatste vlog ook gezegd. Zoiets kan ik me nog herinneren, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval, die serie kijk ik nu en ik ben nu in seizoen 4. Dus het is tot seizoen 5. Dus we zijn al een heel eind. Nou goed, ik ga nu even dit allemaal opruimen, zodat ik daarna lekker mijn bedje in kan. Zo, nou, ik heb een heerlijk dagje gehad. Aantal lessen gehad. En nu ben ik lekker thuis. Ik heb echt fucking lekker gegeten. Ik heb lasagne gemaakt. En dat is echt een van mijn lievelingseten. Dus dat was heerlijk. En nu ben ik Chateau Meiland aan het kijken. Het is nu even reclame. En daarna, ik geloof in mij. Maandagavond is wat dat betreft echt mijn favorite avond ever. Want dan komen echt mijn favoriete programma's op tv. Dus dat is helemaal chill. Maar ik dacht, misschien kan ik heel even gebruik maken van het uitleggen wat mijn overgangstentamen nou inhoudt. Aangezien je me daar waarschijnlijk de komende tijd vaak over hoort praten, dan is het misschien handig om uit te leggen wat het inhoudt. Ik denk dat iedereen wel weet dat ik in mijn derde jaar zit van de studie muziektheater. Waar je dus opgeleid wordt tot musical actrice / zangeres. Ik zit nu dus in mijn derde jaar. En in het derde jaar doe je altijd een overgangstentamen. En dat houdt eigenlijk in, dat is eigenlijk gewoon mijn solo voorstelling. Waarbij ik in principe 5 nummers moet zingen. Ik heb er toevallig 6. Maar in principe moet het er 5 zijn in 3 verschillende talen. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je dat zingt en interpreteert. En daar krijg je dan een cijfer op. En dat is nu over 4 weken dus. En dat is echt ontzettend spannend. Ik ben daar heel erg veel mee bezig op dit moment. Ook daar zit ook het meeste in mijn hoofd nu. En ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest dat ik heel even een tijdje van YouTube weg ben geweest. Omdat ik me gewoon even alleen op school wilde focussen. En dan als ik thuis kwam wilde ik gewoon rust en niet met YouTube bezig zijn. En nu dacht ik, ja, ik vind het toch wel weer leuk om weer even een video te maken. En ik kijk wel of ik het nu wekelijks blijf doen of dat ik het gewoon af en toe even doe. Dat zien we dan wel weer. Maar goed, dat is dus iets waar ik mee bezig ben op dit moment. Dat wilde ik dus even uitleggen. En ik ga nu zo meteen weer lekker tv kijken. Oké, goedemiddag. Het is vandaag woensdag. Ik ga mijn jas weer aantrekken omdat ik weer terug naar school ga. Ik ben al op school geweest vandaag. Ik heb vanochtend zangles gehad om 9:45. En toen ben ik daarna samen met een klasgenootje naar de H&M geweest. Want ik ging kijken voor een topje voor onder mijn pak van mijn overgangstentamen. Maar dat is echt nog wel een goede zoektocht. En ik heb het ook niet gevonden. Ik heb wel wat anders gekocht in de sale. Wat ook echt super leuk is. Maar ja, dat is niet voor waar ik voor kwam. Maar hij was echt maar 4 euro. Dus ik kon niet laten liggen. Dat is dit mega leuke topje. Het is zeg maar zo'n doorschijnend topje. Maar echt super cute. Maar goed, ik ben dit weekend ook hier. Dus ik denk dat ik dan ook nog maar wat winkels langs ga. Even een afspraak ga maken. En dan hoop ik dat ik het ga vinden. Want ja, ik heb nog 4 weken of zo om het te vinden, dus het komt wel goed. Maar het is wel echt een flinke zoektocht. Dit blijft trouwens wel echt heel raar. Ik kreeg een brief van de vriendenloterij. En als ik hem dan openmaak, dan zie ik mijn vader. Ja, dat blijft gewoon zo raar. Kan niet beter zijn als wij voortaan. Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn. Van Afrika tot in Amerika. Donsen, donsen als een farao. Donsen, donsen als een farao. Donsen, donsen als een koning door je zon. Een hand naar rechts, een hand naar links. Je doet de kolder op de swing. Je dans jij de schaduw nog voorbij. Hey. Even aan het afwassen. Judith was vanavond weer bij mij, dat hebben jullie net kunnen zien. En dat was echt heel fijn. Want, zoals jullie weten, Judith en ik zitten bij elkaar op school. Maar we zitten natuurlijk niet op dezelfde opleiding. Als in, ik doe muziektheater en zij doet musicaltheater. En zij zit in haar tweede jaar. En ik in mijn derde jaar. Maar zij heeft gewoon echt zo'n intens druk rooster. En ze doet er ook nog dingen naast. Waardoor we elkaar gewoon echt, wel een beetje gesproken hebben natuurlijk. Maar
Ja, we hebben gewoon heel lang niet iets samen gedaan. Echt, ik denk 2 maanden of zo. Dus dat is voor ons doen heel weinig. Zeker aangezien we gewoon bij elkaar, ja, 10 minuten van elkaar vandaan wonen. Maar het kwam er gewoon echt nooit van. En ja, ik weet niet. Het is wel met zulke vriendschappen gewoon zo dat je weet gewoon dat het wel altijd goed is. Dus dat is echt heel erg fijn. Maar dat was echt heel gezellig. En ja, het is morgen alweer donderdag. Waarom gaat de week altijd zo intens, snel? Ook alweer lekker hoor, maar ja, het is niet normaal. Soms denk ik echt, wow, zo'n week vliegt echt voorbij. That's life. Morgen heb ik een heel kort dagje, want ik heb eigenlijk alleen maar jazz in de ochtend. Dan heb ik in de middag nog een afspraak waar ik heen moet. Maar ja, een beetje een kort dagje morgen. En trouwens, jullie hebben natuurlijk in deze vlog ook het stukje gezien van Stupid van Tess. Wat ik heb gezongen. Ik heb dat dus gezongen bij Pop & Jazz. Zo leuk, want ja, bij Pop & Jazz mogen we eigenlijk gewoon doen wat we willen. Zeker in het derde jaar. In het vierde jaar ga je echt een soort onderzoek doen. Maar in het derde jaar mag je echt doen wat je zelf wil. En ik dacht net van ja, wat wil ik nou zingen? Want ik ben qua repertoire eigenlijk bijna altijd alleen maar musical aan het zingen. En nooit echt pop of zo. En toen is een paar weken / alweer maanden terug is Tess dus van het Junior Song Festival uitgekomen met een nieuwe versie van Stupid. En ik vond dat echt fantastisch. Want ik was vroeger echt zo fan van haar. Ja, ik vond het echt fantastisch. En toen dacht ik, weet je wat? Dat ga ik gewoon doen bij Pop & Jazz. Echt waar, ja. Ik heb er zo intens van genoten. Want vorige week hadden we alleen met de gitarist. En nu dan ook met een drummer erbij. En ach, ik vond het zo leuk. Ja, echt. Ik heb er echt oprecht zo erg van genoten. Dus ik dacht ook van, weet je, ik deel gewoon een stukje in de vlog. Maar ja, het was echt mega leuk. Dus yes. Hallo, het is vandaag vrijdag. En ik heb weekend. En ik blijf dit weekend een keertje in Tilburg in plaats van dat ik naar huis ga. Oh, ik kan echt niet meer zo vloggen, voel ik nu. Ik zet mijn camera echt altijd ergens neer. En ik kan dit ook echt niet. Mijn arm wordt gewoon gelijk lam. Maar ja, oké, heel even. Ik blijf dus dit weekend hier. En dat vind ik eigenlijk heel erg lekker. Ik ga morgen gewoon lekker studeren op school. En zondag heb ik in wat winkels een shopafspraak gemaakt. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Maar ik vind het echt wel even heerlijk dat ik nu gewoon even op vrijdag niet naar huis hoef te reizen. Want het is toch altijd wel heel vermoeiend. En nu kan ik gewoon even lekker chillen hier. Dus dat is wel echt heel fijn. Ik heb echt heel vroeg gegeten. Het is nu echt 4:15 en ik heb al gegeten. Want ja, ik was me een beetje aan het vervelen. En ik dacht, nou, ik heb al wel weer trek. Dus toen heb ik maar gewoon gegeten. Maar ja, ik ben nu gewoon lekker op bed aan het chillen. En YouTube-video's aan het kijken. Dus nou, echt helemaal heerlijk. Eventjes een keertje in het weekend niet dat reizen. Want ik kom altijd echt wel tot rust hoor. Als ik naar mijn moeder toe ga in het weekend. Ik vind dat ook wel echt heel gezellig namelijk. Maar het is ook echt wel eens lekker om gewoon even, ja, even niet in de trein te hoeven en dat soort dingen. Dus ja, ik heb lekker een chill weekendje met mezelf.
Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ben op school, want ik ga even lang studeren vandaag. Door de week lukt het me nooit om echt 2 uur lang achter elkaar of zo te gaan. Maar nu ga ik gewoon lekker rustig studeren. Het is nu 2:30, dus alle tijd van de wereld. En ja, het regent echt keihard nu. Dus ik ben heel blij dat ik nu net hier ben aangekomen. Want ik was wel even mooi chagrijnig geweest als ik door deze stortbui moest. Maar goed, ik ga lekker studeren. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Wat is dit? Ik heb vannacht echt bizar slecht geslapen. Dus ik ben echt heel erg moe vandaag. Maar ik heb vandaag wat shopafspraakjes gepland in de stad. Dus dat ga ik lekker doen. Ik ben wel echt... Als ik dat niet had gedaan, had ik nu denk ik de hele dag in mijn bed gelegen. Want ik ben echt zo moe. Ik heb zo lang niet zo slecht geslapen. Niet normaal. Maar goed. Ik heb wel zin om eventjes de stad in te gaan. Dus dat gaan we doen. Het is inmiddels echt een paar dagen later. En ik dacht, laat ik wel deze vlog nog even goed afsluiten. Het laatste wat jullie hebben gezien is dat ik naar de stad ging. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg veel heb gekocht. Het enige wat ik eigenlijk gekocht heb... Even denken hoor, wat heb ik eigenlijk gekocht? Ja, ik heb wel kleding gekocht, maar dat ga ik terugbrengen. Dus dat heeft niet zoveel zin om te laten zien. Maar ik heb ook... Mega leuk. Deze kaars gekocht. En daar had ik er 2 van. Maar ik moet dus even wat meer van die kandelaarhoudertjes hebben. Ook nog eentje in het paars. En nog eentje van deze. Want hier heb ik er ook eentje. Wow, ik ben scheel. Daar. Maar die had ik dus al voor de helft opgebrand. Maar ik ben dus echt helemaal fan van dit soort kaarsen. Dus ja, echt mega leuk. Ik heb die kaarsen trouwens gekocht bij de Dille en Camille. Mega leuk. Ja, ik ben er echt helemaal fan van. Dus dat is leuk. En verder heb ik dus niet echt iets gekocht. Het viel allemaal best wel een beetje tegen. Jammer genoeg. Maar ja, ik ga nu bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mij weer terug te zien. En ja, dan zou ik het heel erg leuk vinden als jullie op mij abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog, dat helpt mij ontzettend. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!